Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme is vandaag begonnen met een Train the Trainers cursus voor de recreatieoorden in het district Para. Het ministerie deed dit met het oog op de komende drukke vakantieperiode. De trainingen zijn bedoeld ter verbetering van de kwaliteit van de producten en diensten die worden aangeboden door de oorden. Volgens Rabin Buddha, directeur van het directoraat toerisme, heeft deze sector door COVID-19 de zwaarste klap meegemaakt. De training is ook bedoeld voor capaciteitsversterking voor de oorden. Deze trainingen worden verzorgd door in feite 3 personen. Ik doe kort een toerisme awareness gedeelte met betrekking tot beleid en waar we naartoe gaan en de plaats van de orde. En daarna zijn er 2 trainers. Mevrouw Sherida Morman die gaat praten over een stukje marketing en promotie. U weet, we gaan zwaar moeten marketen. We hebben een zware periode achter de rug. En er zijn nieuwe marketing tools. Social media is er. Het is een stukje ondersteuning naar de mensen van hoe kunnen zij zelf te werk gaan, maar hoe kunnen ze ook partneren met elkaar en hoe kunnen ze ook meeliften met de marketing- en promotieactiviteiten van het ministerie zelf. En hoeveel orden doen hieraan mee aan deze training? Nou, aan deze training doen 10 orden met elk 2 participanten. Het is in feite een train the trainers. Cursus. Het ligt in de bedoeling, of train the trainers training, het ligt in de bedoeling dat leidinggevende supervisors, dat die de kennis hier opdoen en dat ze dat verder gaan delen met hun medewerkers. Buddha geeft verder aan dat het ministerie regelmatig bezig is in de districten om de orden eraan te herinneren dat ze zich moeten houden aan de regels. Dit is de eerste aanzet. Op dit moment hebben we middelen vrijgemaakt voor 7 districten. Dus vanaf oost tot west, dus Marowijne, Kommewijne, Wanica, Para, Nikeri, Saramaka, Koroni, alle districten komen aan de orde met diverse trainingen. Het is niet alleen 1 soort training. Bijvoorbeeld Kommewijnen die wil meer leren in de richting van keukenassistent, eten klaarmaken en de presentatie. Boven Suriname, daar zijn we ook bezig, boven Suriname gebied wil meer leren bakken, brood en banket. En zo heb je dat elk district zijn behoefte heeft en wij spelen in op de behoefte. En natuurlijk nemen we de algemene informatie mee en dat is de algemene boodschap van waar gaan we naartoe met het toerisme. Het toerisme heeft heel hoge potentie in ons land en hoe kunnen we samen die hoge potentie gaan benutten om gemeenschappen te ontwikkelen, om armoede te bestrijden, om werkgelegenheid te creëren. De Train the Trainers cursus wordt morgen afgesloten en wordt gehouden op Overbridge River Resort. 20 personen van verschillende orden nemen deel aan de training.